Maar nu, ik ben nog nooit dronken geweest. Ik heb nooit een joint of wat dan ook. Ook geen poffie genomen. Wauw. Niks. Zie je, want je hebt nu één gigantische belt. Ja. One champion. Yes, yes. En veel mensen kunnen dat niet zeggen dat ze one champion kampioen zijn geworden, man. Nee, klopt. Want het is best wel een taaie organisatie. Nee, ik ben de eerste, hè. Ja, de eerste. Ja. Ik heb heel veel respect voor mijn moeder. Huh? Shout out naar mama. Netjes. Is je boy JB Sportmassage. Vandaag ga ik met een bijzonder persoon beginnen. Ik ken hem zelf, ik train ook gewoon met hem. Het is een regio en de Immortal Eersel. Geloof me, die man is een killer. Hij is een hard van buiten, zacht van binnen, letterlijk. En ja, we gaan hem vandaag voorstellen, man. Hoe je bent? Ja. Stel je voor. Nou, ik ben regio Eersel, a.k.a. die Immortal, ik ben 26 jaar. En ik ben kickbokser, professioneel. Ja, man. Ik ga hem vandaag masseren en dan kunnen jullie zelf zien wat we gaan doen. Man. Ja, vandaag ga ik beginnen met zijn rug. Hij had al aangegeven dat hij een klein beetje getraind had. En dan ga ik zijn rug even behandelen. Maar om te beginnen, Regian, waar is het kickboksen bij jou begonnen? Kickboksen is begonnen toen ik 15 jaar was. Mm-hmm. Ik woonde toen nog bij mijn ouders. Yeah. En ik deed eerst aan rugby. En ik ging natuurlijk ook naar school, middelbare school. Alleen ik ging niet goed op school. En ik speelde best wel op een goed niveau rugby. Yeah. Alleen toen zeiden mijn ouders dat ik me echt moest focussen op school. Dus ik moest van rugby af. Om mijn cijfers te upgraden. Yeah. Dus een paar maanden later ging ik goed op school. Je weet toch, die cijfers, ik had die cijfers gewoon heel voldoende goed en zo. En toen zeiden mijn ouders tegen me dat het weer tijd was om, om een sport te gaan zoeken. Want ja, je weet, ik kan niet stil blijven zitten thuis, niks doen. En ik vond kickboksen altijd al leuk. En toen, want ik keek altijd K1 en zo op Eurosport en op YouTube, zag ik al die filmpjes. Toen ging ik gewoon op Google, heb ik de dichtstbijzijnde kickboksschool gegoogeld. Dat was Sichetong Amsterdam, waar ik nu nog steeds train. En toen ben ik gewoon naar binnen gelopen. Okay. Ben ik begonnen met trainen en ik zei de eerste dag al tegen de trainer van ik wil de ring in. En hij lachte me uit zeg maar een beetje en hij zei van ja, begin eens elke dag te komen trainen. Yeah. En, ja, dat zien we wel. Okay. Je zei zelf dat je die K1 je geïnspireerd heeft. Ja. Welke vechters van de K1 sprak jou het meest aan? Toen in die tijd sprak Badr Hari me het meest aan, vanwege zijn vechtstijl. Ja? Lekker agressief. Dominant ook wel. Ja, gelijk voor de KO gaan. Ja, gelijk voor de KO gaan. Ja. En ja, dat, ik herkende mezelf ook een klein beetje. Okay. In hem, zeg maar. Ja. Ja. En nu, aangezien Badr niet meer vecht, tenminste, het is al tijd geleden. Ja, ja. Ik hoop dat hij wel snel terugkomt om het weer wat spannend te maken. Ja. Maar als je nu kijkt, in de kickbox game, wie zijn dan je voorbeelden van nu? Ik heb niet echt nu voorbeelden. Mm-hmm. Het is meer van... Kijk eigenlijk, zeg je eerlijk, kijk eigenlijk meer naar mezelf dan dat ik naar andere mensen kijk. Okay. Natuurlijk observeer ik wel bepaalde vechtstijlen. Ja, ja, ja. Maar wie ik echt het meeste naar opkijk, of kijk eigenlijk nog steeds, is Tyron Spong. Vanwege zijn stijl en zijn techniek. Ja. En ja, we komen ook uit dezelfde buurt, uit dezelfde stad. Ja, zo'n legendje. Bij hem represent, weet je. En ja, hij heeft het wel echt gemaakt. Ja, zeker. Ja. Zeker. Een van de weinigen hier aan staan. Ja, op dit gebied, niet zo groot, zo ver geschopt is. Precies, precies. Alleen vond ik wel een beetje jammer van zijn breuk, man. Ja, iedereen zijn vond het jammer. Echt. Om daarvan te herstellen ben je ook weer zeker 6, 8, 9 maanden verder, man. Yep, yep. Ja, man.
Hij is aan de man toch. Hij stond dus, en een week later stond hij, nog, stond hij al op de been. Dus. Ja, klopt, klopt. Ja, dat was een beetje koppig, man. Ja, man. Maar ben jij ook een koppige vechter? Luister je wel? Ik was een koppige, nog steeds eigenlijk, maar het is wel echt afgenomen. Mm-hmm. Maar vroeger in de C, in de B-klasse en begin A. Luisterde ik echt niet gewoon. Ik deed gewoon mijn eigen ding, agressief. Yep. Luchtverspillen en zo, dat soort dingen. Maar ja, het is wel steeds meer verbeterd, zeg maar. Maar koppig in de zin van? Gewoon letterlijk gewoon niet luisteren? Gewoon letterlijk niet luisteren. Als de trainer bijvoorbeeld schreeuwde links, rechts. Dan deed ik bijvoorbeeld gewoon een paar hoeken of zo. Of je heet een hoge trap of zo. Je heet, gewoon omdat ik dacht van oké, ik ga geen links zeggen gooien, want hij hoort het bijvoorbeeld. Je heet, ja, klopt. Maar ja, nu is het gewoon van. Als hij het schreeuwt, dan doe ik het. Of ik doe het 10 seconden later of zo. Ja, maar wat heeft het doen veranderen dan? Dat je wel bent gaan luisteren nu? Ik denk ervaring. En ik had ooit een partij in China. Ja. En ik luisterde ook niet. En ik kreeg klappen, ik kreeg zelf 8 tellen. Mijn eerste 8 tellen trouwens. Mm-hmm. En toen ben ik in de tweede ronde ben ik gaan luisteren. En binnen een minuut heb ik hem op KO gewonnen. Oh, puur omdat ik alles deed wat mijn trainer zei. Ah. Ik denk dat de doorbraak was. Ja. Van hey, eigenlijk moet ik wel gewoon beginnen met luisteren, want het werkt wel. Als je gewoon luistert. Ja, als je gewoon luistert. Ja. Want als je goed kijkt, zij zien wel wat dingen die jij gewoon niet ziet of mist. Ja, precies, precies. Ik sta zelf ook soms in de hoek van de vechters van onze gym. Mm-hmm. En dan zie ik het ook, zeg maar, hoe het is. De ervaring het ook goed is als coach, maar om naast de ring te staan. Ja. En dan zie je toch wel, je bekijkt het gevecht anders dan de vechter zelf die vecht. Herken je dan weer terug bij die jongens bij de gym? Ja, ja. In welk opzicht? Op zich van technieken. Ik bedoel, we hebben dezelfde trainingen. Ja. Dus je ziet dezelfde technieken terug. Ja. In de ring, zeg maar. Dus, ja. Ben je blij om dat terug te zien? Een beetje? Ja, zeker, want onze technieken werken wel. En ze goed uitvoeren natuurlijk. En ze goed uitvoeren. Ja, ze werken wel. Ja. Ja, maar het is sowieso goeie. Kijk, het is niet omdat we samen trainen, maar ik zie het zelf ook een beetje terugkomen. Mm-hmm. Weet je, vooral bij die andere jongens. Ja. Ik zie het ook weer terugkomen. Broertjes, zussen? Ik heb één broertje. Ja? Hij is 19 jaar. Oké. En hij gaat naar school. Of tenminste, hij heeft nu even een tussenjaar, mm-hmm. maar hij gaat dit jaar weer naar school. Oké, hoe kijkt hij echt naar je op? Hoe je nu zo ver bent gekomen met kickboksen? Ja, hij is trots op me. Mm-hmm. Ja, maar je weet hoe die jeugd wat hij gehoord is. Ja. Ze gaan het niet gelijk zeggen. Ja, niet gelijk zeggen. Ja, op zijn telefoon en zo. Hij heeft ook vriendinnen en zo. Mm-hmm. Ja, maar ik zie wel dat hij trots op me is. Ja. Grote verschillen van toen en nu in je vriendengroep? Want ik neem aan, ja, je kan niet meer zo vaak chillen, tijden veranderen. Merk je dat verschil ook? Qua mijn vriendengroep ja. is niet veel veranderd. Ik heb echt een hele kleine vriendengroep. Ja, het enige verschil is dat ik ga niet zoveel uit natuurlijk. Ja. Ik drink niet, ik rook niet. Nooit gedaan? Nee, ook nooit gedaan. Ik ben nog nooit dronken geweest. Oh, serieus? Ik heb nooit een joint of wat dan ook. Ook geen poffje genomen. Wauw. Niks. Dus het is echt gewoon letterlijk voor sport gewoon. Ja, dat ook. Maar alcohol vind ik, ik weet niet, dat trekt me niet aan. En ja, een joint. Ik heb gezegd, mijn hele kickbox carrière gaat niks in mijn longen. Je weet toch? Ja, klopt. Longen klopt. Zijn belangrijk. Ja. Heb je lucht nodig? Je moet die rondes doorkomen. Ja, precies, precies. Ja man, klopt, klopt, klopt. En het afgelopen, hoe lang geleden was het? Een maand, 2 maanden terug? Een maand. Een maand geleden. Ja. Ja, heb je een wereldpartij neergezet. Ja. Tegen Nicky Holske. Ja. Hoe was het vanaf ronde 1? Hoe ging dat? Voor mij, ik had hem... Vanaf ronde 1, hè, ik had hem, de bel begon, we testen elkaar een beetje uit. Mm-hmm. En ik had hem eerlijk gezegd beter verwacht. Eerste ronde? Nee, gewoon het algemeen. Gewoon. Yeah. Maar toch vond ik mezelf wat terughoudend, ook vechten. Want ja,
Omdat ik gewoon verwacht had dat, dat vanuit hem er meer uit zou komen. Mm-hmm. Gevecht was een zwaar gevecht natuurlijk. Yep. Ik bedoel, we zijn van hetzelfde niveau. Ik heb het gezien. Maar ik heb hem uiteindelijk overtuigd gewonnen. De jury zei het ook, unanimous decision. Mm-hmm. En ja man, op naar de volgende. Ja, zeker man. Want ik heb, je hebt hem met de knie neergehaald. Ja. Een sprongende knie. Ja. En daarna met een rechter directe erachteraan. Ja. Maar die knie was al genoeg, dat zag je ook gelijk. Ja, klopt. Hoe, toen je hem zo raakte, wat ging door je heen? Ja, wat toen door me heen ging, ik wist dat hij zou opstaan. Mm-hmm. Ik bedoel, is ervaren vechter. En ik bedoel, zijn ogen rolden niet weg of zo toen ik die knie gaf, hij was gewoon bij. Ja. En ik dacht van ja, hij gaat sowieso, ik kon hem eigenlijk niet inhalen. Nou, laat me dat eerst zeggen, nadat ik die achterlat gegeven. Ja. Alleen ja, dan is het vanuit mijn fout, is die gierigheid om iemand neer te halen. Dan ga je ook zelf ook fouten maken. Ja. Dat is rustig blijft in je hoofd, maar ja, dat is die agressiviteit die in me zit. Ja, klopt ja. Ja, en ik dacht van ja, vijfde ronde, hij zou komen en het was gewoon een kwestie van gewoon mijn puntjes blijven maken en ja. In die ronde op mijn naam zitten. En, ja, dat zou ik gewoon hebben. Mm. En dat was ook gebeurd. Ja, dat is te zien, ja. Want je hebt nu één gigantische belt. Ja. One champion. Yes, yes. En veel mensen kunnen dat niet zeggen dat ze one champion kampioen zijn geworden, man. Nee, klopt. Want het is best wel een taaie organisatie. Nee, ik ben de eerste, hè. De eerste. Yes. Van de, even kijken, van de 77 kilo? Ja, man. Ja. Eerste in, ja. In die pool. Ja. Ja. En nu is de hond. Ja, nu gaan mensen jagen op je man. Ja, klopt. Dus ik ben benieuwd. Waarschijnlijk vecht ik in oktober. Ja. Moet ik hem verdedigen. Dus ik weet nog niet tegen wie. Oké. Okay. Natuurlijk is het altijd belangrijk om te weten. Rijden van tevoren tegen wie. Mm-hmm. Je moet vechten, zeg maar. Zodat je er ook kan voorbereiden. Maar ja, ik heb al vaak genoeg tegen mensen gevochten waarvan ik niet wist dat ik tegen ze zou staan. Of ik krijg de naam te horen, maar ik kan niks van ze vinden. Dus, ja. Maar ja, maakt het op zich niet zo uit. Dus, dus je zoekt ook niks op van de tegenstander? Ja, als ik de naam weet, ga ik natuurlijk zoeken op internet. Even kijken hoe hij vecht en wat zijn stijl is. Maar natuurlijk niet te veel, ik wil me niet te veel daarop focussen. Ja, toch? Ja, gewoon mijn eigen ding doen. Maar pas je ook gewoon dingen daarop aan? Ja, maar niet zozeer dat die hele training wordt aangepast aan die stijl van de tegenstander. Okay. Het is meer gewoon kleine dingen. Als we zien van oké. Heet als zijn linkerhand zak als hij rechterhoek geeft bijvoorbeeld, dan gaan we daarop trainen, zeg maar. En, ja. Dan ga je samen met je trainer gewoon kijken? Ja, hoe we het beste kunnen aanpakken. Zeg. Okay. Ja. Maar ik zie hier ook veel tatoeages, man. Wat is de deal? Ja, man. Ik zie hier eentje, een grote hier, zo met een schedel en een roos erop. Ja. En een aardbol. Ja. En een vrouw die de aarde tilt. Ja. Wat is de bedoeling hiervan? Die schedel heb ik gezet toen ik 18 was, dat was mijn eerste met die twee rozen. Mm-hmm. De betekenis daarvan is, iedereen gaat ooit dood. Ja. Het betekent ook dat ik voor niemand bang ben. Okay. En die rozen staan zeg maar het teken van leven. Ik bedoel, een roos komt in een knop, tot leven. En hij bloeit open, net als het leven. Je gaat bloeien in je leven. Ja. En daarna verskrompelt hij weer. Ja, dan sterft hij weer af. Precies, en dan sterft hij weer af. Die vrouw is een zwarte vrouw. Ik ben uit een zwarte vrouw gekomen. Ja. Met aanleidingstekens, donkere vrouw. Ja. Negroïde vrouw. En ik heb heel veel respect voor mijn moeder. Ja. Shout out naar mama. Netjes. En die mannen, die negroïde mannen die aanbidden haar. Ja. Ik bedoel, het leven komt ook uit de vrouw. Ja. En ja, zonder vrouw was er eigenlijk geen leven. Zonder man eigenlijk ook niet. Maar nee, je weet klopt. Toch, vrouwen dragen de kinderen. Je weet toch, hebben een zware taak, 9 maanden en, enzovoort. Het kind opgroeien natuurlijk. Ik bedoel, het kind heeft meestal een hechtere band met de moeder. Ja. Dus vandaar dat ik een vrouw ook heb getatoeëerd. De wereld daar leven op. En ja. Planeet Aarde. Ja. Ik vond het gewoon mooi om het ook erop te zetten. En die vleugels is een. Je moet leven in een stijgende lijn. Het kan niet altijd blijven stijgen, ja. Maar zorg gewoon dat je
Dat je, ja, jullie weten wat ik bedoel. Blijven werken, je weet toch? Ja, upgrade klopt, in life, ja. Je weet toch? Dus, niet blijven hangen. Precies, niet blijven hangen. Ja. En that's it, man. Ik zie ook twee vingers die naar elkaar toe komen. Ja, man, dat is... In het leven moet je elkaar ook kunnen vertrouwen, weet je. Mm-hmm. Ik bedoel, bepaalde dingen kan je niet alleen doen in het leven. En ja, daarvoor die twee vingers, je hebt toch wel mensen nodig in je leven. Ja. Om verder te kunnen komen. Ja, net als wat je bedoelt in die ring, tweede ronde. Precies. Ja, dus het, ik begrijp hem. Precies. Ik begrijp hem, maar het is wel een gruwelijk tatoeage, man. Ja, man. Grote. Kijk. Hoe lang moest je zitten hiervoor? Zo, is veel pijn daar. Ik weet niet, man, in totaal, ik denk meer dan 20 uurtjes. Ja? Ja, man. Ja, man. En ik heb een gevoelige huidheid, dus na 2 uurtjes moest ik stoppen, je weet, de volgende dag terugkomen of 2 dagen later. Ja, man, dus als drama, man. Oeh. Ja, ja. Maar je hebt het toch volgehouden, man. Je was blij toen niet af was, hè? Ja, ik was heel blij, man. Heel blij. Ja. Hij ziet er wel gruwelijk uit, man. Ja, thanks, man. Thanks. Maar wat doet de Immortal in zijn vrije tijd? Naast het kickboksen, want ik neem aan dat je niet elke dag de Immortal bent. Nee. Ik werk, man. Wat voor werk doe je? Ja, ik ben kok voor een kinderdagverblijf. Oké. Okay. En ik werk 4 dagen per week, soms 5. En maar koken voor de kids. Voor de kids? Yes, yes. Kinderdagverblijf is waarom kinderdagverblijf? Laat me dat eens vragen. In de horeca zijn ongunstige tijden, vooral als je topsporter bent. Ik bedoel, 's ochtends ga ik trainen. S'avonds train ik. Mm-hmm. Kinderdagverblijf. De openingstijden van het kinderdagverblijf zijn 8 tot 6:30. Mm-hmm. Dus dat zijn perfecte tijden voor mij, perfecte werktijden. En, vandaar dat ik heb gekozen voor een kinderdagverblijf. Dus wel echt gewoon bewust? Ja, echt bewust. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel goed, jongen. Want je traint hoe vaak per week? 6 keer in de week. 6 keer in de week. Ja. Zware training? Ja, zeker. En zou je het aanraden voor dat iedereen mee kan komen trainen? Iedereen is welkom. Mm-hmm. Ik bedoel, je kan gewoon trainen op je eigen tempo. En dan, ja man, ik zeg kom gewoon langs. Kom gewoon langs. Langs op pak slag te halen. Nee, geen pak slag. Nee man. Toekomstplannen? Want ik neem aan dat na het kickboksen dat je ook weer een plannetje klaar hebt staan. Ik heb al een paar ideetjes. Ik ben nog niet echt mee bezig. Ja? Maar in de toekomst, als mijn kickboxcarrière voorbij is, wil ik mijn kennis overdragen aan de jeugd. Mm-hmm. En aan wedstrijdvechters natuurlijk. En om het nog mooier te maken, als ik echt verder mag dromen. Mijn eigen team of zelfs mijn eigen gym met eigen vechters. En ik hoop dat ik dat waar kan maken. Oké. Okay. Maar dat zijn plannen voor later. Dat zijn plannen inderdaad voor later, man. Ja. Dat is cool, man. Dan wil ik je bij deze bedanken, man. Ja, man. Bij deze wil ik jullie ook bedanken. Bedankt voor het kijken. Delen, abonneren. Doe alles wat je moet doen. Support je locals. Deze man ook. Weet je, want hij is jong uit Belmer. Maar hij doet zijn dingen overseas in het buitenland. Ja, toch. Dus volg die jongen gewoon. Doe wat je moet doen. 1-op-1 gesprekken. En het is on your table, man.